detail. We zijn er weer en we gaan door met de volgende. Het volgende spel, Statue. Zoals jullie weten heb ik in het spel een paar problemen met de grab bag. Ja, en ik snap ook niet waarom we hier beginnen. En ik heb begrepen dat als je de screen percentage lager zet, wat ja, nu heel duidelijk te zien is, dat de grab bag zoals die zou moeten werken iets beter werkt. Moest je toch naar beneden? Of heb ik dat vorige keer gehad? Maar goed, ik heb hem dus iets naar beneden gezet, omdat het volgende spel wat wij gaan spelen is Set Dead in het tweede spel. Waarom zou je meteen het gat in lopen? Maar goed, ik had dus begrepen dat als je dit wat lager zet, ja, nou, dus gedaan heb, dan zou je de grab bag iets beter kunnen gebruiken. Oké, dit ga ik heel even opzoeken. Oké, ik heb heel even mijn eigen video terug gekeken en... Oh! Hè? Kan dat? Dat is ineens wel te zien. Zeg maar, dit was waar ik me de vorige keer afvroeg van, hoe zit dat gat er ineens? Zat dat er überhaupt altijd al? Maar goed, dus ik hoop dat de reden die ik heb gegeven voor het een beetje laag zijn van deze screen resolutie, dat gaat werken. Ik heb het nog niet getest, dus we zullen zien waar het volgende keer ons brengt. Jeez, have you played these before? You're so good! Seems like you're ready for the final game, Statues! Follow mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. Okay, statues. Dat is eigenlijk een spel wat je in hier in Nederland een beetje kan vergelijken met Schipper mag ik overvaren. Tenminste, dat hadden wij vroeger. Zijn hier nog geheimen? Is dit een printer of zoiets? Ja, ik kan door die lage screen resolutie kan ik ook niet alles meer even goed zien. Dus ik moet een beetje dingen op de gok doen.
That's a nightmare fuel. Do you want to play with PJ? Oké, zeg maar als ik dit verkeerd heb, is dat de stemacteur van Scooby-Doo? Zeg maar de Engelse versie van de film. Oké, het is of de stemacteur van Scooby-Doo, of het is een ontzettend goede imitatie. I'm hungry for some delicious bones. Do you have some bones for PJ? Oké, het is niet helemaal perfect, maar Oké, het is niet helemaal perfect, maar het werkt wel een beetje. Nou ja, ik weet dus dat ik dit straks intensief nodig ga hebben. Oké, dus zoals ik eerder zei, het werkt nog steeds niet helemaal perfect. Er zit nog steeds een beetje een soort, er zit nog steeds een soort lag in, maar het werkt goed genoeg om, hoe zeg je dat? Ik denk wel dat we hier straks mee door kunnen. Het zou kunnen dat we straks eerst even op hoge resolutie doen om te kijken waar we naartoe moeten. Bro! No thank you. Nou, laten we verder gaan. Ik hoop dat ik hiermee goed genoeg heb uitgelegd waarom de screenresolutie laag is. Mag ik overvaren, ja of nee? Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again once the lights turn back off. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. It was always so sad to see the kids go.
They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, rechts aanhouden dus.
Natuurlijk is het niet makkelijk. Ik snap ook niet waarom ik de hele tijd dood ga. Het is niet alsof... dat het weer kan. Jeez, abominations. How dare you disobey me? I will find you. I will find you. And
5 gas cans. Zelfs als ik het zou willen, zou ik nog niet weten waar ik ben. Are your favorite? No, she doesn't. Zelfs als ik het zou willen, zou ik nog niet weten waar ik was. Ja, jullie kunnen het niet zo heel goed lezen, denk ik, maar er staat water treatment. Dus, mami, ik ben bij de waterzuivering. Zolang we de grab hoekel niet nodig hebben, denk ik dat het gewoon handig is om dit even zo te laten. Nee, dat is niet handig. Beter. Mami, kijk, ik ben aan het spelen. Bij de waterzuivering, waar ik niet heen mag, denk ik. Oké, dus er moet hier ergens een videoband zijn. Ja, daar is die. De vraag is, waar moet ik nu heen? Toy scanner. Oh, dat is net zoals bij dat make a toy ding. Hallo zeg, wat is daar gebeurd? De brug is helemaal verpauperd. Op zich, alles is hier verpauperd, maar toch. Kan ik naar de Game Station area? Ik vind dat ze dat watereffect wel heel leuk hebben gedaan. Oh, ik was vroeger zo dol op het zwembad. Ja, de laatste tijd doe ik dat niet meer zo heel veel. Hi, kan ik jou meenemen? Nee. Jij bent mijn toy. Laat maar horen. Jimmy, your work as Playtime Co.'s chief marketing officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, Mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I kind of... Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. De gast die zichzelf belangrijker vindt dan dat hij waarschijnlijk is. Bye.
nadenken. Hoe ga ik met de GameStation uitkomen? Ben ik dat? Dit is denk ik tot nu toe mijn favoriete ruimte. Oeh, it's the bee guy. Miauw, 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 but... To be or not to be? Why? That is the question. Serieus, je hebt een... Ketso B, en dat is het beste wat je ermee kunt bedenken. You and I were meant to be! Oh, al die bijen. Don't make me sting you! I'll do it! Dit is trouwens wel de reden dat veel van dit soort games niet in het Nederlands worden vertaald. Omdat dit soort grappen landen dan nooit echt supergoed. You need to get out of here. I'm trying! Just kidding! Go have fun! I liked her. Okay, what have we here? Oh my god. Is that blue fur with... Chapter 1. Als je die niet hebt gekeken, klik op de i. Waar die op is. Laatste stuk. Huggy Wuggy Fall Down. Hij is hier terecht gekomen. Huggy Wuggy leeft. Volgens mij ligt het eerste gedeelte waar we uiteindelijk de kamer van Poppy vinden hierboven. Kijk maar, dat is Huggy Wuggy Fur. Oh my god. Dat vind ik zo cool gedaan. Maar
Rookie Rookie leeft nog, dus... Oh, gaan we die straks weer tegenkomen. De eerste aflevering. We gaan hier echt gewoon weg met 5 knuffels. Oké, hier hebben ze wel een beetje een kans laten liggen. Ik had het wel cool gevonden als dan bijvoorbeeld ineens die brug gedraaid was. En dat je hier ergens een knop had. Nou, oké. Ze mogen het ook weer niet overdoen. En het moet natuurlijk wel haalbaar blijven verder. Maar dat was wel cool geweest. Oké. Waarom heb je hier trouwens... Ja, oké, je hebt misschien wat water nodig voor... waarom hebben ze hier een waterzuiveringsinstallatie? Dit is toch niet... Dat gebruiken ze toch niet heel groot?
waarvoor heb ik dat groene spul nodig? Dan weet ik in elk geval welke kant ik moet. Ja, dat was... Nee, dat is waar. Ik heb mezelf besloten deze kant op te gaan. Nou, ik geloof dat het wel weer genoeg is voor nu. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot ziens.